Volland is zeker een hele mooie. Deze mensen kennen die wel, denk ik. Ja, althans de oudere Barenaars, die kunnen zich dat nog heel goed herinneren. Er was vroeger een rivaliteit tussen Baren en Soest. Dat is nog een beetje. Erger speelt het nog. Ja, ja. Want ze zeggen wel eens het mes op tafel, want bij mijn vader in de Oosterstraat hebben ze nog eens een kozijntje daar doodgestoken. Ook alleen maar om een meisje hoor, voor die rivaliteit. Maar het was zo, dat was al heel gauw bekend dat ze getrouwd waren, dat er gezinsuitbreiding zou komen. En dat was gepland half januari. Ja. Nu heeft die gemeente Baren, die wilde dan echt laten tonen dat het Baren was. Die hebben toen de tijd een bord laten schilderen door de firma Bak. Met de naam met Prins erop. Het bord lag half januari klaar, maar ruimte gehouden. Ze wisten natuurlijk niet of het een jongen of een meisje was. Toen ze dus morgens om 10 uur hoorden dat het een meisje was, dan hebben ze er weerga een prinsesje van gemaakt. Toen zijn ze, ik heb er nog foto's van ook, dat ze met de handkar hier naartoe komen met het abort. Toen hebben ze dat precies op de scheiding. Precies. Kijk, je kan het hier nog zien. Echte scheiding. Het was zo, hier hebben ze 3 deuren tegen elkaar aangezet, want daarachter staat Soestdijk. Dan mochten ze niet weghalen, want dat was van het Rijk. Daar hebben ze de deur omheen gezet, dat hij het niet kon zien. Hier hebben ze hem gespijkerd aan die lindenboom die hier voor Trier stond. Aan de andere kant een stok in de grond gegraven. En toen in Baren is een prinsesje geboren. Dat liep zo hoog, die Soesters jeugd, die hebben dat bord 3 of 4 keer afgehaald. De gemeente Timmerlui, die hebben het er weer aangemaakt. Maar waar loopt de grens nou precies, Kees? Want je zegt net, die villa, de serre was in Baren, de villa zelf dus tot in Soest. De grens. Hoe loopt het nu precies? De grens die je ziet van de villa waar je nu tegenaan kijkt. Ja. Dus als je ervoor staat, heb je rechts die serre. Ja. De villa zelf die staat op Soest. Ja. En de serre Baren. Ja. En aan Trier, dat was ook en Baren. Trier was ook Baren. En daarnaast had je die hele grote villa, waar nog zo'n diamantslijper in geweest is. Ja. Dat was Soest. Net als deze hele rij hier aan de Praamgracht, ja, die huizen. De Praamgracht is Baren, dat wij dan daarnaast ook nog ook, een stuk komen. En die huizen is ook nog gemeente Baren. Ja. Oh ja, daar heb je een foto van de Praamgracht. En hier hebben we dan de Praamgracht. Dus hier vanaf de brug kijk je zo richting Torenlaan. Die is van 1903. Maar hier die hele Beukenhaag, dat is nog maar een klein stukje van over. Verder, maar vroeger liep dat helemaal door. Ik weet nog eens kind zijnde, want wij gingen er ook wel appels halen. Die appel- en perenbomen liepen helemaal door het aan de Torenland toe. En dat heb, die verhaal heb ik toen de tijd van Quint gehoord. Want die is heel voordat hij in 1918 naar de gemeente kwam, heeft Quint op Soestdijk gewerkt. Dus die heeft die hele situatie. En die heeft me daar ook een heel veel van verteld. Maar verder is die weg en de praam, en dat is allemaal exact hetzelfde. En hier hebben we ook hele bijzondere foto's. Dat was in 1945 bij die overgave van, door de Duitsers, toen ze gecapituleerd zijn. Toen hebben ze hier alle militairen hier, die hier in de omgeving lagen, die hebben hier alles in moeten leveren aan de Praamgracht. Wat nader aan het voetbalveld is geworden, maar het is nu allemaal nog grasland. Er lagen oppers, helmen, als hooibergen en alles en alles. De fietsen moesten ze daar weer afgeven, er stonden weer duizenden fietsen. Maar ze kwamen hier voor Hotel Trier. Ik zie ze nog aankomen, want dat was afgezet. Maar wij hadden een speciale een papier ervoor dat wij hier mochten komen. Omdat je op Soestdijk was. Dus ik zie nog hele rijen van bussen. Maar overal kwamen ze vandaan. Moesten ze, liepen ze aan die kant, moesten ze hier oversteken. En je ziet het hier ook. Dat waren Engelsen die er toen aan in beslag namen. Hier werden bepaalde dingen werden van die Duitsers afgenomen. Ik ben er niet bij geweest, maar de ene zei horloges en geld. Maar dat weet ik niet, nou, daar ben ik niet bij geweest. Nee, de wapens die gingen ze mee en dan werden ze de Praamgracht, dus de Beeldse weg, moesten ze op. En daar moesten ze alles inleveren. Kijk, want hier zie je nou duidelijk, dus dat huis op die hoek. En hier marcheren ze dan, want ik blijf zeggen tot aan de laatste dag, jongens, er zat wel zo'n jou gedrild, zit. Er zat wel zo'n geest in. Ja. Hier gaan ze dan de Beeldse weg op. En daar moesten ze alles inleveren. Maar dat ging. Maar hier gooiden ze het al van zich af. Ja. Je ziet het, hier heb je die rij huizen staan. Die daaraan gestaan hebben. Hier gooiden ze, begonnen ze het al weg te gooien. Maar er is toen verschrikkelijk veel in die Praamgracht gegooid. Want ze gooiden het maar van eraf.
Naderhand hebben ze van de Heidemaatschappij na de oorlog hebben ze die praamgracht uitgebaggerd. Kijk, en dan zie je zelfs nog, dat is ook op de Beeldseweg, zo keurig nog in het gelid. Het was heus wat dat betreft, wat je hier nog ziet, geen verslagen leger. Kijk, en hier had je het ook. Dat was toch een andere vertoning dan dat ze binnenkwamen. Dus dat was dan hier op de Beeldseweg. Kijk, en dan komen we hier ook voor het paleis. Echt voor het paleis, hoe het dan vroeger was met al die beplanting. Hier zie je twee vlaggen staan. Het was zo normaal, staat er altijd één op. Ja. Maar vroeger, nu is dat dan, nu het Rijkskoningin is geworden, nu zijn al de statiebezoeken, die zijn in Amsterdam. Maar vroeger gebeurde 9 van de 10 gebeurden het op Soestdijk. Het was zo, dan moesten we die vlaggenstok die er middenop staat, die moesten we het paleis in laten zakken. Er zijn twee aparte stokken, die liggen boven. En die ziet ze hier staan. En dan was het de Soesterkant, was voor de standaard van de familie. En aan de Barendse kant, dat was voor de bezoeken. Dus er kwam altijd, hier zie je ze duidelijk staan. Ja. Maar hier zie je al die planten, zoals die agaves en alles, dat is nou allemaal nog in de oranjerie. Alleen ze hebben natuurlijk niet meer die, zoals je hier ziet, dat uiterlijk vertoon zoals dat vroeger was. Hè. Kijk, dat is ook een hele mooie. Zie je, zo was het toerisme vroeger, ze kwamen op de fiets. Ik vind wel, wat hebben jij? Zie. Kijk, en hier hebben we dan, dat is dan ingenomen, ja, met het défilé. Maar hier zie je dan duidelijk, dit is dan een luchtfoto, hoe dat achter het paleis is. Hier heb je dan de vijver en hier heb je dan de vleugels. Als je er zo voor staat, lijkt het zo imposant en groot. Maar in werkelijkheid zijn, dat noemen we de kolonnade hier ook, die zijn maar één kamer diep. Ja, dat dus het niet zo groot is het niet, hoor. Zie. Kijk, en hier staan we dan precies voor het paleis. Hier ga je het hek in en hier heb je dan die huizen aan de overkant. Maar je ziet allemaal dat zware geboomte wat er vroeger was. En nu, kijk eens, die we hier nu hebben, ja, dat is ook echt een unieke. Toen ik op Soestdijk kwam, toen lag er al dat bord wat je hier ziet. En daar staat op, deze laan is verboden voor alles, behalve voor wandelaars. Dat lag in de houtloods, de nieuwe loods noemden we dat. Maar we wisten nooit waar het gestaan had of wat ook. Totdat ik deze aanzichtkaart in handen kreeg, toen zag ik waar het gestaan had. Maar nu waarvoor? Toen ben ik naar Jan Hillos gegaan, dat was een gepensioneerde metselaar. Ja, die was toen de tijd ook al zo'n 100, die woonde in Amersfoort. Ik zei, Jan, vertel jij mij nou eens, hoe is dat gegaan? Toen zei hij, Kees, het was zo vroeger. Hij zegt, Willemien die liep daar te wandelen. Met Julianus klein meisje, toen is ze aangereden en toen moesten er alle minuut moesten er twee van die borden gemaakt worden. Hier één voor het paleis en één bij de Ranjeboom. Ja. Naderhand is het dan weggegaan, maar dat bord toen ik dat verhaal hoorde, toen vroeg ik aan de intendant, toen was toen de tijd meneer Van Dijk van het Velde. Ik zei, meneer, sowieso is de situatie, maar hoeveel wij dat bord hebben bij de historische kring. Hij zegt, van de steekje had je, zeg maar. Dus dat bord hebben we nu. In de kelder, dat is er onder het gemeentehuis. Ja. Onder het gemeente, onder de bibliotheek. Ja, ja, ik heb nog hoop. Ik heb nog ja. Ja. En hier hebben we dan, zo echt nog als het in de volle glorie was, die huizen staan er dan nog net zo. Die trap die is er nu weer gekomen. En hier was vroeger dan het kantoor van de intendant. En daar had je ook een postkantoor in zitten. Ja, met een mooie brievenbus ervoor. Ja, ja, kijk. En dat postkantoor, hier zie je hem. Deze heb ik toen de tijd gekregen van Jaap de Ruig. Dat was Jaap de Ruig, dus die schilder. Ja. En zijn vader, die was aan de post in Baren. En toen moesten ze met de handkar moesten ze die post brengen van Baren hier naar het paleis toe. Maar dat postkantoor, dat is in 1890. Toen is koningin Emma, die is dan regentes geworden. Want Willemien, die was nog geen 18. Toen is daar het postkantoor ingekomen. En u ziet, dat waren die twee ramen. En toen is daar een rode brievenbus geplaatst. Ja. Ze had een hekel aan rood. Toen is die op havenzoek, is die groen gespoten. Dus net als die luiken, of die storen, hoe je het noemen wil. Hij staat er nog steeds als curiositeit. Alleen, hij is niet meer te gebruiken, want de gleuven zijn dichtgelast. Ja, dat is gewoon leuk natuurlijk. Ja, maar hij is, het postkantoor is weggegaan. Nadat de koningin toen de tijd afgetreden is. Nu hebben we daar, zijn er woonhuizen van gemaakt.
Dus ja. Die hele rij, dat zijn uw woonhuizen. Ik dacht dat we hier nou wel zo'n klein beetje het paleis hadden bekeken. Dacht ik ook. Ja. Volgende keer nemen we dan, dat is ook in de oude doos, dus die hele buurt die gesaneerd is. De vroegere Elisabethstraat en de Dijkweg, Johannelaan. Daar zijn nog heel veel plaatjes van. Er zijn er veel mensen die hebben heel gedaan. Veel, ja, er is ook verschillende keren gevraagd. Ja. Dan nemen we die buurt dus onder andere. Ja.